Kolberg Media bestaat 10 jaar. In verband hiermee heeft het bedrijf gisteren een discussieavond georganiseerd met als thema overheidscommunicatie, elke fase telt. Jane Kolff-Berggraaf, communicatiedeskundige en manager van Kolberg Media Consultancy en Trainingen, vertelt waarom er is gekozen voor dit thema. Eigenlijk is deze avond meer staat meer in het teken van met elkaar praten over de communicatie, de telecommunicatie. Maar ik geloof dat het goed is dat als we kijken wat er in de wereld gebeurt in Suriname, dat we ons een beetje gaan richten op wat de overheid op communicatie gebied. Ik kan u zeggen dat het geen gemakkelijke taak was om inderdaad na te denken over wat wordt het, hoe moet je het nou brengen, wat moeten de mensen eraan hebben, maar ik geloof dat onze voeten het dan een beetje zegt en een fase tellen. Daarom willen we aangeven dat er genoeg inspanningen zijn geweest om in elk geval na te denken over die overheidscommunicatie. Kolff is van mening dat overheidspersoneel niet enthousiast is over zijn werkzaamheden. De overheidscommunicatie naar de samenleving toe lijkt vaak negatief over te komen. Kolff trekt de volgende conclusie over het overheidscommunicatiesysteem. Omdat ik de volgende conclusies wil trekken. Ik gooi het straks wel in dus die paneldiscussie. Ik geloof dat als ik zo kort heb aangegeven hoe het nu gesteld is met de overheid, dat we niet meer praten over iets doen, maar zodanig iets doen dat er, laten we praten over een operatie. En dat bedoel ik heel eerlijk, heel open, heel transparant gaan kijken waar ben ik nu en waar wil ik naartoe. Vanuit die duidelijke visie, waar wil ik naartoe met de overheid? Wil ik ingrijpend bezig zijn? Ik begin intern. Hoe zit het met mijn mensen? Wie zijn de mensen die binnen de overheid zitten? Wie zijn de mensen die inderdaad moeten zorgen voor rust? Wie zijn de mensen die communiceren met groepen? Want je kunt niet met die samenleving alleen. Je gaat moeten segmenteren je doelgroep. Wie zijn de mensen die inderdaad in staat zijn om vanuit een strategie het merkdenken neer te zetten in de samenleving? Wie zijn de mensen die moeten nadenken over die centrale visie en die centrale rol die de overheid moet vervullen. En ik denk dat als we het eens zijn dat er heel veel te doen is, dan beseffen we ook dat het gaat om een operatie waarbij ik denk al die 500 zoveel mensen, laten we zeggen 500 met 100 van de bedrijven, maar zeker 400 van de overheid. De laatste training hadden we 10 van RO. En ik zeg ze altijd, u stuurt mensen voor de training, maar ik zie ze niet terug. En dat is eigenlijk erg. Dus ik geloof met alle mensen die inderdaad al een beetje inzicht hebben in de communicatie. Laten we kijken, hoe kunnen we al deze krachten bij elkaar brengen om te zorgen dat in elk geval de richting, dat beeld dat er is over die communicatie, de overheidscommunicatie, verandert. Aldus Jane Kolff-Berggraaf, communicatiedeskundige en manager van Kolberg Media Consultancy en Trainingen. Het bedrijf heeft gisteren zijn 10-jarig bestaan herdacht met een discussieavond.